Ja, dit is een hele fijne nieuwsuitzending, denk ik. Maar je weet het niet, hè? Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Marco heeft mij gebeld. En ik begin alvast de intro, want Marco moet even naar het kleinste kamertje. Maar niet geen vieze ding hoor, gewoon even plassen. En hij wil het gaan hebben. En daar ga ik het niet over hebben, want ik vind dat hij het woord moet hebben. Marco, je bent precies op tijd terug. Ik ben altijd precies op tijd terug. Why WTF heb jij iets met Fred Teven? Wat is daar nu weer mee aan de hand? Nou. Die man die kost al zoveel geld. En moeten we ook nog onze kostbare tijd gaan besteden aan het bespreken van een oud staatssecretaris? Oké. Kom op, maar, mijn hart gaat helemaal klop. Ik heb gewandeld in de Sonsbeekpark vandaag. Heb medelijden met mij. Nou, ik heb geen medelijden met jou. Dank je wel. Dat was een grapje. Okay. Ja, nee, want... maar kijk, je weet... Ik bedoel... meneer Teven... Die heeft wel wat mensen hun hand boven hun... Zijn hand boven hun hand gehouden. Oh. Ja, Joris Demmink schiet mij zo in één keer te binnen. Bijvoorbeeld. Maar nog meer? Nou ja, er is nog, ook nog iemand anders. Oh. Hè, dat is meneer Opstelten. Oh ja, Ivo. Ja. Die Ivo zonder is... niveau, ja. Ivo zonder niveau, dat vind ik trouwens wel een hele goede vorm. Maar die dus erelid is geworden van de VVD. Wie... Teven of Opstelten? Opstelten is erelid geworden. Oh? Ja. Want hij is een VVD'er in hart en nieren. Hij is een VVD'er in de stijl van Bolkestein. En dat zien wij graag in de VVD. Die Bolkestein, die had het toch over Golden Showers? Oh ja. Ja, iedereen lachte jongen in het Europese parlement. En die Bolkestein die wist wel degelijk waar hij het over had. Nee, maar in het Engels heet dat, tenminste in Amerika heet dat bukake. Ja. Wat? Dat lijkt me Japans. Nee, bukake is gewoon dat je dus mensen in de bek pist voor seks. Ja, plasseks. Golden shower, ja. Ja, een douche van goud. Ja, nee, de gouden... Ik vind het ook mooi, ja. Nee, maar dat heet in het Engels, heet dat, of tenminste in de pornowereld heet dat, bukake. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ah, nee, dat weet ik dan weer. Ja. Ja, ben ik zo pervers dat ik dat allemaal weet? Nee, ik ben minder wetend dan jij. Ik mag mijn onkunde, mijn onwetendheid ook gewoon toegeven. Het staat mij vrij. Is het bukake? Ik dacht dat bukake altijd iets Japanse vechtsport was of zo. Nee. Dat is gewoon iemand in de bek pissen. Ah, Golden Showers. Maar dat was van Bolkestein. Golden Showers. Ja. Ja, dat is bukake. Ja. Ja, precies. Sorry. Die VVD'er die hadden dus... die ging naar het Europese parlement. En dan zat hem eventjes in Brussel en dan weer in Straatsburg. Want dan kunnen ze lekker heen en weer rijden met hun secretaresses. Nee, maar dat gebeurt er allemaal niet, taxis trouwens. Nee, maar Perry, bukake staat los van welke andere seksuele perversiteit ook. Ik bedoel, je kunt bukake doen met kinderen. Wat? Je kunt kinderen in de bek pissen. Ja, overdrachtelijk gesproken denk ik dan. Het is niet mijn favoriete manier van seksualiteit. Maar je kunt je voorstellen van... Ja, dat sommige mensen daar wel een stijve pik van krijgen. Of een natte doos. Ik heb vandaag nog een natte doos. Ja, het heeft geregend. Ja. Maar wat is er nou aan de hand met Fred Teven? Waarom is die buschauffeur geworden? Waarom gaat hij buschauffeur worden? Nee, ik pak gewoon waarom, een nee, hij is geen buschauffeur geworden. Hij gaat buschauffeur worden. Aha. En
En ik vind dat heel raar. Want iemand die staatssecretaris op zijn baas na de meest corrupte persoon in Nederland. Ja, die wordt buschauffeur in Nederland. Uh-huh. Dat vind ik verdacht. Is dat zijn geheime taakstraf? Aha. Uh-huh. Oh, hij heeft wel een groot rijbewijs. Ja, dat weet ik. Hij is dus ooit, heeft hij op internationale reizen, was hij buschauffeur. Ja, touringcarchauffeur. Ja. Touringcarchauffeur, ja. Ja. Nou, dat is toch best wel frappant, hè? En dan gaat hij nou gewoon weer buschauffeur worden. Anderhalve dag per week. Anderhalve dag per week. Zo zeg, wat een straf. Ja. Nee, heeft die man nog, even kijken, je hebt 7 dagen, nou 7 min 1,5, dan heb je dus 5,5 dag vrij. Nee, maar hij heeft het ongeveer. Dat wil ik ook wel, ik wil ook wel 5,5 dag vrij eigenlijk. I wanna be on that bus, you know. Hmm. Maar aan de andere kant, opstelte, ik zag vandaag een reclame-uitzending van de VVD, dan vierde zij gewoon. Zij hun 2470ste lid van dit jaar. Hmm. Nieuwe leden. Hmm. En er kwam een heel orkest bij aan de pas. En er kwam meneer Opstelten ook. En ik denk ook van, Gadverdakkie, ja. Zeggen we dan. Hè? Dus voor 8 jaar en ouder, hè? Geen vieze woorden zeggen. Jozodi als zoveel. Ja. Ik begrijp de emotie, ja. Ik snap dit. En ik snap dit niet. Weet je? Want wij weten allebei. Hè, dat die meneer. Hij met zijn grote aardappel in de mond. Ja, die opstelt, ja. Ja, die opstelt, hè. Er is geen rook, er is geen vuur. En ministers liegen niet. En nou, je bek houden, stomme klooi, hoor. Ja, maar weet je wat, kijk, hij heeft het al in zijn naam. Want hij zet de zaak op Stelten. Juist. Als er ooit een Armageddon komt voor me, als er ooit een Armageddon komt, en dat denk ik wel, dan is op Stelten daarmede voor verantwoordelijk. En niet ik. Iedereen zegt dat ik zo'n ruziemaker ben, dat is helemaal niet waar. Maar als je tegen mij gaat lopen liegen, dan ga ik er een keer wat van zeggen. En dan wordt het plotseling. Maar jou is het woord, dat is jouw thema. Nee, maar Perry, jij leest wel eens boeken. Ja, ik verwacht een antwoord. Ik heb een vraag gesteld. Jij leest wel eens boeken, hè? Ja, ik denk dat iedereen die hiernaar luistert, weet. Ik ben ingenieur. Natuurlijk heb ik een boek gelezen. Oké. Okay. Heb je wel eens ooit gehoord? Naar de bekende weg, ja. Maar heb je wel eens gehoord van het werk van Bill Campo? Daar heb jij het eerder over gehad. Ja, nee, dat is ook een schrijver waar ik een affectie mee heb. Mm-hmm. Omdat hij bepaalde dingen aan de kaak stelt. Mm-hmm. Op een hele frisse en... want hij staat bekend als een magisch realistisch schrijver. Mm-hmm. En dan weet je ook je weet wat magisch realisme is. Mm-hmm. En het gekke leg het even is, uit aan de kijkeraars. Het magisch realisme is een stijlvorm in de literatuur en in de beeldende kunst, waar ja, dingen anders worden voorgesteld dan dat ze in de realiteit voorkomen. Dus ja, ik zou bijna zeggen van blauw is groen en groen is rood. Want dingen gebeuren anders, maar ze vertellen wel iets over wat er in de werkelijkheid aanwezig is. Mm-hmm. En het is een beetje magisch. Hè, want de verhalen. Ja, ze doen ook een beetje denken aan, tot mijn part aan Star Trek, weet je wel. Star Trek is misschien wel science fiction. Mm-hmm. En science fiction heeft natuurlijk een andere input, mm-hmm,
dan het magisch realisme, maar het heeft wel een beetje met elkaar te maken. Dat je een verhaal vertelt in een andere realiteit dan die er werkelijk is. Dat was hem eigenlijk wat ik... heb ik daar zo lang voor nodig gehad? Ja, ik ben even bezig, om dit vind ik magisch realistisch. En soms vind ik je zo makkelijk en dan geef je me zoveel ruimte om uit te leggen wat ik wil, dat ik bijna zelfs, ja oké, okay, Wilmink. Willink, ja. Willink, dit, dit is magisch realistisch. Wilmink. Willink. Willink, ja. Willink. Ja. Karel Willink. Nee. Karel zelfs, ja. En met zijn vrouw, hoe heet hij die ook alweer? Oh shit. Ja, nu overval je me. Maar dit is magisch realisme. En die naam van die vrouw, die schiet me zo te binnen. Dit schilderij is goed, jongen. Ja, ik vind zelfs... Kijk, ik werk met een 3D-programma. Ah. En ik zeg van... Dit heeft hij gewoon helemaal goed gezien. En ik heb zelfs dat 3D-programma... En als ik dit realisme wil bereiken... Aha. En tegelijkertijd... een boodschap wil overgeven. Aha. Want deze meneer heeft ook iets laten zien over de leegte. Want dit is een beeld van een dystopia, toch? Ik geef hem volledig in beeld krijgen. Ja. Ik kan hem even kijken of ik hem groter kan krijgen. Ja, ik kan uit. Ja, maar dit is toch de pijl zit, hoor, of niet? Wie is dit? Ja, dit is Simon, de pilaar. Ja, de pilaar eigenlijk, de pijl zit dan. Ja. Dat is trouwens ook leuk. Ja, dit is een Nederlandse schilder. En die kent paalzitters. Want vroeger had je... tegenwoordig heb je dat misschien niet meer. Maar vroeger had je dat. Ja. Dat mensen gewoon op een paal gingen zitten. Ja. In toen de tijd nog de Zuiderzee. En dit is een beeld daarvan. Ja, maar je ziet ook aan de achtergrond. Wat gebeurt daar? Daar staan fabrieken. Stoom uit te blazen. Nee, het staat in brand. Ja, het staat in brand. Hé, sorry. Ik probeer nog een beetje positief te zijn. Ik probeer nog te zeggen dat die schoorsteinen nog iets produceren. Ja. En dan zie je aan de rechterkant van het schilderij... zie je gewoon dat het een grote rookwolk is. Ja, roet. Goed, dit is zwarte rook. Met 9-11 had je dat ook. Dat heet onvolledige verbranding. Nee, maar dit is ook een stijlvorm waarvan ik zeg... dan moet je kijken. Eerst heb je zo'n kleine pilaar die al bijna weggevreten is. Mm-hmm. Dan krijg je een pilaar waar die gast op zit. Ja, en rechts, dat stukje rechts. Want tussen die eerste en de tweede pilaar... ligt er aan de rechterkant ook een stukje pilaar. Even kijken hoor. Oh nee, maar dat is geen pilaar. Hè? Een stukje. Nee, dat is een drakentand. Helemaal aan de rechterkant bedoel je. Nou, dat is een rond stuk, zie ik. Ik zal het even aanwijzen met mijn muis. Dit, jij moet mijn muis kunnen zien. Deze. Dit stuk. Dat is een stuk van die eerste pilaar. Het maakt niet uit hoe lang je over dit schilderij praat, want hier kan je oneindig over door blijven praten. Ik denk dat... Hier zitten zoveel details in. Ja, er zitten zoveel details in. En dat is het mooie van het realistische aspect van het magisch realisme. Ja. Dat er zoveel detail aan zit. Ja. Het magische is... dat er iemand op een pilaar zit. En hij is de enige met licht, hè? De spotlights. Maar misschien zit daar... Er zit een spotlight op Simon. Want de zon die komt gewoon echt helemaal van links. Maar Simon, die wordt verlicht van bovenaf. Nee. Ja, er zit hier een lichtfout in. Dat is het magische. Nee, dat is het magische eraan. Want die pilaar, die wordt vanaf links belicht. En het gaat helemaal naar rechts. Maar die gast die op die pilaar zit, die werpt helemaal geen schaduw.
Ja, want hij wordt. Er zit een T-spot bovenop. Even voor de kijkeraars, een T-spot. Hij is er niet, weet je wel. Hij werpt geen schaduw, hij is er niet. Nee, die schaduw kan je niet zien. Want het is het gebruik van frontlicht. Zoiets, hij heeft een frontlicht op zich. Misschien een parretje erboven. Oké. Okay, hij is gewoon ingelicht. Nee, maar Perry, kijk even naar de schaduwen. Ja, en dan weet je waar. Toch, ja. Want als en dan weet je dat die schaduwen. Die vallen van links naar rechts. Ja, dus dat, en die schaduwen, daaraan weet je, samen met Simon, dat er meer dan één lichtbron is. Namelijk één lichtbron die de schaduwen maakt van de pilaren. Ja, dat is één. En die andere lichtbron, die schijnt op Simon. En die schijnt op Simon en die werpt... Dan ook geen schaduwen. Ja, dat kan je misschien niet helemaal zien. Want die schaduw van zijn pilaar... Die man ook zo leuk. Dat ding, die drakentand, noem je dat dan... Heeft hij een steen bovenop gezet. Dus je mag raden of hij een schaduw geeft. Nee, maar komt zijn licht van boven of komt zijn licht van voren? Dat is dan het punt. Want ik ken deze belichtingssituatie. Hè? En ik zou ook zeggen van, oké, ik kan hiermee werken. Ik kan zo'n belichtingssituatie recreëren. Ja, het ligt dat, in ieder geval van dat links. Aan de ene kant het schaduwen allemaal naar rechts gaan. Hè, van alle pilaren. Maar dat de rook geen schaduw veroorzaakt. En dat ook de pilaarheilige geen schaduw veroorzaakt. Dat kan ik allemaal doen. Mooi, en dat is het mooie van... Ik vind het zo mooi schilderij. Ik kan hier gewoon ter plekke bij in tranen uitbarsten. Maar dan moet ik even wat speed hebben. Ja, ik heb momenteel geen speed ernaast. Dus ik ga niet zitten janken. Maar ik vind het zo mooi. Maar je hebt mij om mee te praten, toch? Ja, precies. Jij bent mijn speed, ja. Hmm. Volgende keer gaan we een uitzending doen met XTC. Nee, maar ik heb geen speed nodig. Integendeel. Nou, ik denk in jouw geval een beetje speed. Ik wil je huisarts niet zijn of zo. Ik wil je ook niet op kosten jagen. Oh nee, maar als ik een beetje speed zou gebruiken, zou mijn woning er een stuk schoner uitzien, denk ik. Dat klopt wel. Oké, nu is het even tijd voor de reclameuitzending. Voor de gebruik van, hoe heet dat ook alweer? Iets van amfetamine, Ritalin, Concerto. Het is allemaal heel in Arnhem gewoon super goedkoop te krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is je gaat naar de plekken toe waar mensen komen. En dan vraag je om speed. Het kost geen donder. Nee, het kost geen donder. Ja, dat kost echt geen donder. Maar het is wel vervelend. En dat is een bezwaar wat ik heb. Is dat het een hele grote belasting geeft op het milieu. Daar heb je een punt. Ik bedoel, we zijn hier met een chemisch proces bezig. En dat willen we helemaal niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Want we kunnen ook een veel natuurlijker proces nemen. Een veel biologischer proces. Mm-hmm. En dan bereiken we misschien niet helemaal hetzelfde effect. Maar wel bijna hetzelfde effect. Ja, ik ben persoonlijk... bevriend, ik heb kennis gemaakt, handgeschud, gaan we geen namen noemen. Ik ga ook niet zeggen waar het was, wat maakt het uit of het boven of onder de rivier was. Laat ze maar lekker zoeken. En die maken speed. En dat chemisch afval, ja, kom op. Ik kan me wel voor. Waar ik wel met jou in mee wil gaan, is als iedereen hier in Arnhem aan de speed gaat, dan gaan ze allemaal hun woning opruimen. En dan krijg je allemaal vuilnisbakzakken buiten. En dan moeten ze naar de Albert Heijn en dan gaan ze schoonmaakmiddel halen. Ja, en kijk, dat is de CO2-belasting. Dus misschien moet je daarom wel tegen speed zijn, want dan gaan de mensen allemaal aan de slag. En dan krijg je allemaal... Ja, dat is natuurlijk milieubelasting. En ik ben er persoonlijk van overtuigd. Ik ben zo klaar. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het de bedoeling is van de heren, dat wij zo speedy mogelijk zijn. En of je dat met speed doet of niet, dat maakt niet uit. Maar opschieten en niet steffens, niet straks, maar hooit er nog verdomme. Maar waarom heeft hij mij dan uitgevonden? Want ik ben een hele langzame slak.
En ik kijk wat jij de heren noemt. Ja, dat is jouw ding misschien. Ja, weet je, dat moet je zelf weten. Dat is een vrij neutrale naam, hè? Ja, nee, kan maar, je ook gaan lopen voor nee, 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 met je... Je weet en je begrijpt dat ik daar niet in geloof. Er vroeg vandaag iemand aan mij, ben jij gelovig? Ik zei tegen die man, ik ben me bewust van de grens van mijn weten. Ik ben mij bewust van het feit dat er meer aan de hand is dan dat ik kan beseffen. En dat is niet een kwestie van dat ik de volgende tv-magazine nog een keer moet lezen. Nee, dat is tot aan mijn fucking heen gaan. Het gaat erom, er is dus een deel van wat we noemen de wil, de werkelijkheid. Wat je niet kan kennen. De wil en de werkelijkheid als zijn wel twee verschillende vallen, dingen. Hè? Ja, de wil is... Oh, oké. Je hebt de wil... vocabulair gaat het over. Anyway. Ik weet niet alles. Ik ook niet, gelukkig. Oké. In die zin zijn wij allebei agnosten. Allebei even... We zijn allebei agnosten. Ja. Wij weten het niet. Ja. En dan gaat het erom... Er is dus een stuk waar ik geen kennis van heb. Waar ik geen weet van heb. Waar ik maar moet op vertrouwen. Dat moet ik maar geloven. Ja, net zoals in onze gesprekken en ook met de tuinman van... Ja, Wim Kruidentuin, ja. Iedereen heet Wim. Kan je weer namen noemen? Ja, man. Probeer Gisteren heb ik dinges gehaald bij Mohammed. Nee, maar kijk. Wim, dat is ook iemand die op zo'n pilaar zit. Ik ben trouwens ook iemand die op zo'n pilaar zit. Uh-huh. En jij bent ook iemand die op zo'n pilaar zit. Uh-huh. Uh-huh. En achter ons, ja... gebeurt het Armageddon. Dat vind ik het mooie aan dit schilderij. Is dat achter die pilaarheilige gebeurt het Armageddon. Mm. En heeft hij daar fabrieken staan. Rookwolken. Mm. Mijn god. Ik zou... sorry. Heb ik weer zijn naam genoemd. Maar mijn bewustzijn. Laat ik het dan zo zeggen. Jouw heer noemen we dat. Het allerprettigste om met mensen te praten waarbij het bewustzijn de baas is. Je bewustzijn is de baas. En niet je pijn in je kies. Ik heb kiespijn en dus ik ga zeuren vandaag. Nee, je bewustzijn is de baas. Je bewustzijn is de heer. Als. Ga maar door. Aboriginal. Uit Arnhemland. Ja? Mm-hmm. Arnhemland, even voor de kijkeraars. Arnhemland is een plek in Australië. Australië, ja. Ga maar door. Maar als een Aboriginal dit schilderij zou zien... en ik zou zeggen van... nou, zo leven wij in Arnhem. Mm-hmm. Ik denk dat hij zou zeggen van... nou, zo zou ik nooit... en te nimmer willen leven... Want die rookwolk op de achtergrond. Mm. Ja, oké. En zou jij een Aboriginal willen zijn? Zou jij daar willen leven? In zo'n sloppenwijk? Dat hangt er vanaf. Oh ja, wat zijn de voorwaarden? Nou, de voorwaarden zijn... Nee, maar de voorwaarden zijn, laat ik je heel duidelijk maken. Ja. De mate waarin ik de mogelijkheid heb daar te overleven. Oké. En hoe levend schat jij Simon in? Welke Simon? Ja, de pilaarheilige, die daarop... Want wij kennen allebei iemand, en die is overleden, even voor de kijkeraars. En dat was een daadwerkelijke pilaarheilige. Hij heeft tegen mij gezegd, ik haat
eten. Hmm. Dat was in het voormalig officierscafé. Dat we in de taak... Hij heeft dat tegen mij gezegd. Die heette Simon. En hij was een man na mijn hart. Oké, ja. Mijn hart. Ik denk dat ik begrijp welke Simon dat is. Ja. En dat is ook... Hij werd ook wel de stadsindiaan genoemd hier. Ja. Hij zat de hele stad de CO2 bemesten met papiertjes. En die ging die plakken, maar ook nog met plakband. Ja, ja man, wat een CO2-belasting is dat wel niet? Dan zei hij ook tegen mij van... ik vind het leuk om met jou te praten, Perry, maar ik ga nu even aan het werk. En dan liep hij naar buiten en dan ging hij overal papiertjes op plakken. Ik heb van hem nog een foto gekregen van zijn meester. Nou, dat was onze Simon. En ik vind het jammer dat hij weg is. Aan de andere kant, omdat hij weg is, kan je... zo prijzend over hem spreken. Want als hij nog in leven geweest was, stellen, dan had ik niet zo prijzend over hem kunnen spreken. Oh, als hij gezegd van, ja, kom op, zie ik het chancen met Simon, moet je er wat van? Nee, ik kan er niks meer van willen, want hij is op Moskova, waar is hij eigenlijk begraven? Hij zal wel of wel verbrand zijn. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Want of die nou begraven of verbrand is, dat doet hij niet toe. Nee, vind ik ook. Totaal oninteressant. Ja. Om het leven van Simon. Ik heb hem gekend van zijn goede. Ik heb Simon nog nooit betrapt op ook maar iets. Het enige was dat hij Kretek sigaretten rookte in de tijd dat er nog geen rookverbod was in Café de Wacht. En hij zat Kretek te roken. En toen zeiden mensen... Oh, jij bent... Ja, oké. Okay. Had hij dat... Ik vind gewoon dat Simon daar Kretek sigaretten mocht roken. Kankerverwekkende tabak te smoken. In, zoals de katholieken zeggen, in alle eeuwigheid. Mag hij daar Kretek sigaretten blijven roken? Wat? Ga jij mij eens positief vertellen over de katholieken? Ja, ik weet hoe ze werken. Ik heb ze meegemaakt vanaf mijn geboorte. Dus ik weet hoe ze werken. En de katholieken, die zouden altijd zeggen... dat Simon, onze Simon, even voor de kijkeraars... Kretek... had mogen roken. In café. In het voormalig officierscafé. Nou, in het voormalig officierscafé was het misschien nog wel een beetje een probleem om Kretek te roken. Want Kretek sigaretten zijn wel heel duidelijk, hebben wel een hele duidelijke geur. Oh, ik heb af en toe heb ik wat gegeten. Ja, trouwens, ik laat voor iedere 5 minuten een scheet of zo. Ook nee, maar dat is een andere geur. Daar kunnen we nog mee leven. Maar sommige mensen hebben gewoon een hekel aan een bepaalde geur. Daar heb ik een hele goede oplossing voor. Al die mensen onthoofden. Overdrachtelijk gesproken, hè? Met een kromswaard. Onthoofden. Die mensen moeten echt... gerefreshed worden. Want als je niet van Kretek lucht houdt en je weet dat in Café de Wacht komt. Oh, sorry, shit. In het voormalige officierscafé. Daar komt af en toe een Kretek roker. Dan ga je er gewoon niet naartoe. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind dat mensen de vrijheid moeten hebben. En frisse lucht is belangrijk voor rokers en voor de andere mensen. Oké, maar we weten inmiddels dat binnen. Waar ik ook ben, binnen wordt niet gerookt. Hmm. Buiten kan ik doen wat ik wil. Behalve als ik thuis ben. Want dan geldt het precies andersom. Want als ik thuis ben, alles wat buiten is, is... Dan mag ik buiten ineens niet meer roken, maar binnen wel.
Ja. Dat is heel raar. Is heel ja, raar. Ja, ja, een hele goede van jou. Goede analyse, Marco. Ja, dus ik vind het wel gek hoor. Van... Volgens mij, ik heb vanavond, nee, vanmiddag. Ik heb om 7:15 afscheid genomen van die man. Hij was een katholieke orthodox. Een katholiek en orthodox tegelijkertijd? Ja. Dat is dus een, hoe noem je dat in de islam ook weer, een extremist? Dat zou kunnen. Ja, dat zou ik verwachten. Van iemand die zichzelf en orthodox en katholiek noemt. Dat is een extremist. Hij zei ook tegen mij, de kerk, daar kan je een gebouw van maken. We hebben een gebouw. Ja, dat is mooi. En dat is onze kerk. Hij zei, de kerk, die is hier. En toen ging hij met zijn rechterarm naar zijn linkerborst. Okay. En wees naar zijn hart. En zei, daar woont de kerk. Want hij zei, even die man aan het woord. Hoor je mij al zuchten van dat ik zeg van... Je hebt opluchting. Nee, geen opluchting. Want waar is die gast mee bezig? Die persoon mee bezig? Want ik wil het ook nog Dan even... moet je hem persoonlijk aanspreken. Nee, hoeft niet. Ja, je gaat toch niet geloven dat ik jou vertel waar hij mee bezig is en dat jij dan weet, als je hem ooit tegenkomt, hè, ik weet waar jij mee bezig bent, want Perry Winkel heeft mij verteld van jou. Nee, natuurlijk niet. Als je die man wil leren kennen, als je wil weten waar hij mee bezig is, dan moet je hem zelf aanspreken. Weet ik veel waar hij mee bezig is? Nee, maar Perry Winkel, ik heb mijzelf aangekomen. Hij heet trouwens, jij wil natuurlijk weten hoe die heet. Nee, dat nog niet. Want ik wil eerst even iets... Zijn geheime naam... Ik wil eerst iets over mijzelf vertellen. Oké, kom erop. Dat wat jij je ook vertelt over die persoon... interesseert me eigenlijk helemaal niet. Want ik ben gewoon mijzelf. En... wat wil je me duidelijk maken? Dat ik een orthodox katholiek heb ontmoet. Oh. En dat jij volgens mij ook een orthodoxe katholiek bent. Nee, ik ben het helemaal niet. Want... Jij lijkt mij zo stegentrijdig dat ik er helemaal dyslexisch van word. Ja, hartstikke goed. Dat is ook een beetje. Dat is ook een beetje mijn bedoeling van... Snap er nou maar helemaal niks van. Wie is er begonnen over dat magisch realisme? Dan moet je met mij vooral over gaan beginnen. Dan ga ik helemaal wild, man. Nee, oké. Maar kijk, het magisch realisme is... Snap er nou maar helemaal niks van. Komt wel goed. Ja. En het is hartstikke mooi. En vooral het aspect van het realisme. Wow! Ik was gisteravond nog even een broodje deuner voor ook heel goedkoop aan het scoren. Ja, ik eet maar één keer per dag. Nou, jij vanwege de CO2, ik wil geen ruzie met El Gore smeerlap, snap je? En dan ook nog een broodje deuner. Ah, kom op, wat kost dat nou? €3,50. Ja, zit je mij lekker te maken, of niet? Ja, wat betaal jij dan dagelijks voor je eten? Nou, daar heeft het niks mee te maken. Nee. Maar ik ken mensen die eten echt voor... Nee, maar het kan zomaar zijn dat ik denk van... Oh ja, een broodje deuner, dat lijkt me ook wel wat. Ja, gewoon €3,50. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, dat is op zich net zo goedkoop als een volledige maaltijd. Ik bedoel... Squeeze me? Sorry hoor. In de tijd dat ik voor mijn dochter een... Mijn vader was kok, hè. Mijn vader is dood. En die was kok. Dus ik probeer voor mijn dochter dan een beetje in eerbied voor mijn vader. Hè, dat zoveel is de gebod, eert uw vader en uw moeder, fatsoenlijk eten.
Ja, dat begon bij 5 euro, jongen. 5, 6 euro. Nee, we zeggen over een hele dag. Dus ontbijt, lunch en avondeten. Voor 3,50? Nee. Nou, maar tegenwoordig wel. Echt niet? Hoe ga jij voor een kind een... zeg het maar. Nou. Het woord is een Marco. Hoeveel kost het? Ontbijt, dat is... ik heb mijn dochter geïnteresseerd om gewoon sausijsjes te eten bij het ontbijt. Hoeveel calorie heb jij per dag nodig? Ja, precies. Mijn kind moest toen helemaal vanaf de Rodeburgstraat bij de Rijn, even voor de kijkeraars. Ik woon vlak bij de rivier. En mijn dochter moest van haar satanistische moeder naar de Illuminati-school van de Jezuïeten bestuurd. Maar helemaal de bult op. Ja, daar moet er wat in, hè. Maar dan moet ik uiteindelijk wel zeggen dat ze wel een goede opleiding heeft gehad. Ah. Want dan heeft ze eigenlijk gewoon hetzelfde gezien wat ze data heeft gezien. Dat denk ik en ook, dat, ja. En dat is... Dat even interruptie, want Marcus en nu Siddhartha, daarmee bedoelt Marco, die aristocraat, geboren in India, die op zijn zoveelste jaar, nadat hij al een vrouw had, afscheid heeft genomen van al zijn rijkdom en gelukkig werd. Ja, uiteindelijk werd hij gelukkig. Maar dat was wel een hele lange weg. Want die weg die hij... hij is ook degene die zegt van de weg is belangrijker dan het resultaat. Ja, het is belangrijker dat je de weg gaat. En wat meneer Siddhartha heeft gedaan is gewoon... Van, ik ben een prins, ik ben uit een hele geprivilegeerde familie. En ik ga gewoon eens even kijken hoe het zit met al die mensen in mijn koninkrijk, prinsendom. En wat ze allemaal niet doen. Hij is overal lid van geworden. Dat is net zoiets als je tegenwoordig zou zeggen van... Oh ja, ik word gewoon lid van de Jehovah getuigers. Of van de... andere kerken. Of andere... maakt niet uit, maar ik word gewoon lid van welke kerk ook. Dat heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft allemaal gezegd van... Bullshit. Uh-huh. Want de werkelijkheid is... En dat is toch best wel gek, dat weet jij ook. Ja. Niemand kan jou vertellen dat jij waardeloos bent. Oh, iedereen kan je iets vertellen. Waardeloos? Ik waardeloos? Mijn lichaam kan je in een madenboerderij stoppen. In een madenboerderij? Ja, man. En dan krijgen we P. Winkel maden. En die geef je en die voer je aan kippen, die voer je aan vissen. En dan krijg je lekkere dikke kippen, lekkere dikke vissen en die ga je barbecuen. Ik ben niets waard. Nee. Dat is mijn heilige levensovertuiging. Ik ben niks waard. Jij bent net zoveel waard als ik en ik ben ook niks waard. Ik bedoel, ik heb daar ook geen illusies over. Maar jij bent iemand die op zo'n pilaar zit, net zoals ik. Met rookwolken achter zich. Ja. De wereld gaat er helemaal aan. En er is niks aan de hand, overigens. Overigens. Ja. Nee, moet je kijken hoe mooi dit beeld is. Hè, de schaduwen staan... Helemaal vanaf de zijkant. De pilaarheilige staat. Krijgt gewoon zijn volle licht van voren. Ja, tweede lichtbron. En van achteren staat er een, ja, hoe noem je dat? Een apocalypse. Kastelen.
een apocalypse rookwolken. Een apocalypse. Ja, je moet er ook aankomen. Nee, nee, maar dan moet je kijken. Ik bedoel, die gast die op die pilaar zit. Ja, die zit achter zich. Is gewoon Irak. En daar kijkt hij helemaal niet naar. Is gewoon Irak aan het verbranden. Ja, en dan kijkt hij gewoon helemaal niet naar. Oh. Hij is niet de aanstichter. Hij is niet de aanstichter. Maar kijk, hij kijkt er niet eens naar. Nee. Het doet hem helemaal niks. Ja. Terwijl het lijkt op het verhaal. Terwijl achter hem, weet je, staan gewoon de bronnen. Nou, je hebt ze zelf gezien in brand zien staan. Hè? In 19. Met ja, wat was dat? Nee, dat was niet 19, dat was 2000 huppeltje pup. Met die bronnen in Irak. Ja. Die foto van. Zullen we die ook even bijhalen? Kom op. Je hebt toch een. Is dat een goed idee? Even kijken, hoe heet die weer? Blair. Blair. Be a liar. Blair. Be a liar, ja. Blah. Ik kan ook zeggen, dat is ook een blair, hè? Dat is een geit, hè? Meh. Ja, dat is een meh, dat is een andere. Dit is hem. Deze bedoel ik. Gelijk de eerste ook weer, hè? Fucking, wat is het internet mooi, hè? Nou, en nu ja, heb ik terecht fucking gezegd. Nou, dit vind ik een van de allermooiste foto's ooit. Die klodo, als ik die ontmoet. Dat die gewoon die gast gewoon een selfie zit te nemen. Ja, dat doet. Die jongen. Ik geloof er niks van. Ik dacht dat ik nog even iets aan je had, maar nu ben ik ervan overtuigd. Oké. Dat jij zomaar zit te blaren. Het heeft een relatie. Het heeft een relatie. Wat ik wil zeggen. Nu even terug naar dat magisch realisme. Dat schilderij van Karel Willink. Wij hebben het alleen gehad over de lichtval en de steden daarachter waar allemaal mensen wonen en die steden staan in brand. In dat schilderij zit veel meer nog. Oké, dat weet ik. Ik bedoel, ik ben een fan dus van deze foto doen we nu weg, gaan we terug naar het oude plaatje, ja? Dat lijkt me ook, want Tony Blair heb ik niks aan. Tony B. Liar, ja. En blah. Deze. Ik bedoel, dat is ook weer een Willink. Ja, en oké, hetzelfde. Maar dan denk ik ook weer van, verdomme, zit in dit schilderij niet een 9-11? Nee. Nou, die drie torens die in brand staan. Ik weet het niet. Dit is dus een. Ik denk dat er een aantal mensen onder ons zijn die een grondige hekel hebben aan domheid. Onder ons denk ik domheid is onvergeeflijk. Nou ja, het gebeurt. Je kunt er niks aan. Kijk, de eerste beste Mongool heeft nog meer mores in zijn flikker dan de meeste mensen. Weet je, ik heb daar iets over gehoord. En dat heeft te maken met het behalen van het rijbewijs. Uh-huh. Want ze hebben mij ooit eens verteld dat elke Mongool kan het rijbewijs halen. Uh-huh. Uiteindelijk ben ik er op uitgekomen dat ik dacht van, nou laat ik dat rijbewijs maar niet halen. Mm-hmm. Want weet je waarom? Elke Mongool kan het rijbewijs halen.
Hoe dus vaak heb jij rijexamen gedaan? 5 keer. Oh, fuck. En ik heb zelfs een staatsexamen gedaan. Oh, kut. En toen ben ik ook gezakt. Oh, shit. Oftewel, ik denk dan van, ja, op een gegeven moment hou je ermee op te dromen van een rijbewijs. En dan denk je van, nee. Even voor de kijkeraars. Ik was ook zo iemand. En op een of andere... Ik ben geslaagd. Dan was er een vrouw en die leek op mijn moeder. En die zei van, nou, heel goed rijden kan je niet echt. Maar als je belooft dat je morgenochtend gelijk gaat rijden. En ik zou knikken, ja, ik ga gelijk rijden. Dat is oké, dan... Hier. En dan ben je geslaagd. Ja. En toen kwam ik dus met mijn auto naar Amsterdam. Ja. Echt fok, man. Dan moet je ook... Echt, die Amsterdam is niet makkelijk, hoor. Met al die bruggen en dan de trams en dan... Wow. En je mag niet botsen. Dat is regel 1 van het rijbewijs. Dus je mag nergens tegenaan rijden. Laat staan van die paaltjes allemaal. Nee, maar en dan omhoog met je auto en broep, en over dat bruggetje heen en dan linksaf. Zo doe ik netter. En daarvoor de voren had je al die snelwegen gehad. En dan moet je bij die snelwegen moet je Nee, maar dan moet je heen, over de Westvoortse dijk rijden. Van Driel tot... van Heemstede tot... Die haat ik. Ja, nee, maar dat is best wel moeilijk, hoor. Maar dat is een andere manier van auto rijden, toch? En daarom heb ik altijd op een gegeven moment zoiets van, nee. Ik word nooit een goede chauffeur. Ik heb iets voor op Teven. Want Teven, die heeft een rijbewijs. En die moet dus buschauffeur worden. Dit is een goeie, ja. Ja, en ik heb geen rijbewijs. Dus ik kan geen buschauffeur worden. Maar Teven dus wel. Ja, hij heeft een groot rijbewijs. Ook dat nog. Dus hij kan buschauffeur worden. Ja, ze spelen een spelletje, man. Natuurlijk spelen ze een spelletje. En is natuurlijk... Ik vind het wel leuk verzonnen. Maar meneer Opstelten is eerlid geworden van de VVD. Ik ben eerlid geworden van de VVD. En dat weet je dan. En ik heb staatssecretaris, is gewoon een buschauffeur geworden. Wat een lul. Want zo is het dan toch? Het zijn hele armoedige mensen. Dus hebben allemaal, het zijn de aardappeleters. Het enige wat je hebt aan het einde van de dag is aardappel. En dan ga je tijdens het eten nog praten. Dat is ook wel. De aardappeleters in de keel. Ik vond het ook heel erg fatsoenlijk. Ik heb echt de moraliteit ontdekt. Hè. Met mijn dochter, mijn kind. Tijdens het eten niet praten. Is dat dan zo belangrijk? Ja, want dan moet je proeven. Als je gaat lopen lullen met je tong. Ja, dan kan je de tong niet proeven. Als je gaat tongen met je lul, dan is het ook heel anders. Wat nog een keer? Als je gaat tongen met je lul, dan is het ook heel anders. Als je gaat lullen met je tong. Als je lult, als je aan het praten bent. Lullen heet dat wel. Dat kan je niet proeven. Sommige mensen kunnen dat. Ik heb het vandaag nog even meegemaakt. Was geld aan het tellen en was iemand tegen me aan het lullen. Tegelijkertijd. Nog een keer. Wat was je aan het doen? En ik kon het allebei volgen. Twee dingen? Ik had het over... Dus je hebt iemand... Die vrouw uit voormalig Joegoslavië... Die we allebei kennen... Die kan echt lekker koken.
Met kappertjes, hè? Dat geloof ik. Ja, man. Ja, met aardappelen kan ze ook heel goed omgaan. Weet je wat het is? Nee, niet in de reden vallen. Als iedereen rekening houdt met voedsel en hoe ze ermee omgaan, dan kan eigenlijk elke bevolkingsgroep wel goed koken. Met hun eigen... Ja, en er zijn mensen die kunnen dat helemaal niet. Die zijn er ook. Jij bijvoorbeeld. Oh nee, ik kan wel goed koken. Oh ja? Joh. Oh ja, ik ben alleen laaie donder. Maar ik weet echt wel... Anyway, als zij gekookt had... En dat zo echt... Met vis kan ze dat heel goed, hè? Heb je van die koude aardappel... Ancho. En dan die warme vis... En dan moet je die gaatjes eraf halen en dan met je vingers helemaal pulken en dan met je een lepeltje. Ja, daar kan je niet onderwijl praten. Ik moet op dat moment, als ik op dat moment, dus zij heeft die maaltijd klaargemaakt. En ze zegt dan, die zet die schoteltjes op tafel en dan ga ik lopen ouwe hoeren. Terwijl ik aan het eten ben, dan zet ze mij de deur uit. En terecht. Ja, natuurlijk. Ik zwijg terwijl ik eet. Nou, dat is wel prettig. En ze zal altijd maaltijden voor je klaar blijven maken. Als ik haar nog wil zien. Ja, nee. Maar dat zal wel weer zo zijn, want de heren bedoelt het goede. En de heer heeft ook Karel Willing aangestuurd. Willing. Perry, je moet onderhand weten dat je bij mij niet met de heren moet aankomen. Nee. Omdat ik daar niet in geloof. Nee, precies. Ik vraag helemaal niet om jouw geloof. Ik vraag om jouw bewustzijn van de grens van jouw kennis en vertrouwen hebben. In de rest, wat je niet kent, dat het toch goed bedoeld is. Oh, daar ben ik mijzelf absoluut van bewust. En dat moeten we dan... Het is wel jammer als de ruzie nu al voorbij is. Hè? Nee, maar ik hoor jou net dat geluidseffect maken van Kling. Dat is Kling. Proost, dat hebben wij bereikt. Maar dat moeten andere mensen ook bereiken. Ja, want anders doe ik dit toch niet? Ik ben toch niet op deze wereld gekomen voor Jan met de korte achterlul? Nou ja, waarom jij op deze wereld bent gekomen is natuurlijk... Is jouw probleem niet? Nee, is nog maar de vraag waarom. Want dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet waarom ik hier op deze wereld ben gekomen. Maar ik weet dat... ik op deze wereld ben gekomen. Dat is een feit. Dat is een feit. Ik ben er, toch? Of zeg jij van... Nee, Marco, jij bestaat. Ik kan me... Ik kan niet zeggen dat jij niet bestaat. Jij kan niet zeggen dat ik niet bestaat. We hebben het... Wim Kruidentuin en ik... hebben het met een fles whisky over jou gehad. Oh, dat zal best. Dus... bestaan. Er zijn nog wel meer mensen. Jij bestaat. Omdat ik dat jullie het met een fles whisky over jou gehad mij hebben. Heb ik gehad hebben. Ja. Daardoor besta ik. Ja. Maar dan moet ik even over nadenken. Buiten dat bestond jij al. Oh ja. Nee, maar... Jij bestond al voordat ik jou leerde kennen. Denk het wel, ja. Want anders zouden we elkaar bij elkaars geboorte zijn tegengekomen. En dat is niet het geval. Dat kan ook nog, hoor. Dat we toevallig ook nog in hetzelfde ziekenhuis tegelijkertijd zijn geboren. Maar... van welk jaar ben je? De kans is erg klein. Nu ga je kwantummechanisch.
Nee. Ik ben geboren... Nee, ik krijg gewoon... Welk bouwjaar ben jij dan? 1959. Kijk, 29 augustus... om 3:50 smiddags... kwam ik uit het lichaam van mijn moeder naar buiten... als een alien. Nou... Ik ben zo dom geweest. Ik heb tegen mijn tantes... Die komen komende zondag, hè? Mijn tante Til en tante Irene. En daar was ik 4. En ik zei tegen die tantes... Brandweerauto's maken brand. Maar toch weer even over dit schilderij. Ja, kom maar terug. Ik zie hier toch de Twin Towers in. En vooral vanwege die 3 rookwolken. En dan die zuilen. Waar dan een van die... je moet naar Simon kijken. Naar die paal zitten. Wat ziet Simon? Nou, hij ziet niks. Tenminste niet, hij ziet niet die donkere wolken. Nee. Want die zitten achter hem. Ja. Ja, kijk, ik ben niet degene die je moet... Karel Willink heeft hier geschilderd hoe de wereld voor ons eruit ziet. Jij bent de fucking pilaarheilige. Oh, dank je wel. Jij gaat gewoon... Ja. Ik vind dat... Ik ook. Want ik wil die donkere wolken helemaal niet zien. Wat ik wil zien is een... in het Engels noemen ze een bright horizon. Het licht zien. Het licht wat van voren komt. En dat zie je ook in dit schilderij. Hij kijkt naar rechts, hè? Nee, maar je ziet... Even terug. Even een stapje terug voor de kijkeraars ook. Simon... Die zit in kleermakers zit. Niet helemaal. Nee. Hij zit niet in kleermakers zit. Als hij dat zou doen, had hij zijn knieën lager gehad. En dan zou hij als een boeddha op die pilaar gezeten hebben. En dan zit hij niet. Hij zit er met zijn knieën veel te ver omhoog. Hij is een beetje zenuwachtig. Ja, zoiets zou je moeten kunnen zeggen. Maar hij zit veel te veel met de knieën omhoog. Voor de kleermaker zit. Of de... hoe noemen die anderen ook het weer? Dat je dan de benen over elkaar legt. Nee, die kan ik ook. Lotus zit. Maar dat doet hij ook niet. Even weer reclame maken. Mensen... Kijkeraars, luisteraars, probeer het. De kleermaker zit op beton. Een harde vloer met een kleedje. Dat mag voor de warmte. Probeer dat. Gewoon kleermaker zit. Je benen vouwen. En de volgende is dat je je rechtervoet over je linkerdij... En voel die pijn. Die zit in je knie. Reclame, Marco. Niet tussendoor komen. En dan gaat je rechterknie... Auw. Dan moet je stoppen. En dan ga je overnieuw. Dan doe nee, ik ga nu stoppen. Want wat je nu doet... Hè, ja. Is gewoon... Je gaat mensen over de pijngrens heen helpen. En dan nee! Dat is wat je aan het doen bent. Dankjewel. Ja, en dat moet je niet doen. Waarom? Hè? En daarom begrijp ik in. Want die mensen moeten gewoon kunnen beseffen. Ja. Iedereen is eigenlijk dit. Aan de achterkant staan allemaal rokende... schoorsteinen achter hem. En het mooie is, ik zie er bijna een beweging in, hè, dat die pilaar zitten, dat hij op een soort ruimteschip zit,
wat van achteren naar voren werkt. En ik kom weg van deze stad. Nee. Dat denk ik, ja, oké. Het onderliggende verhaal is geometrie. Het dit gaat over gonio. Hoekmeetkunde. Het gaat over Sodom en Gomorra, dit schilderij. Als je het over de Bijbel hebt... Hallo, jij begint weer over de Bijbel. Ja, nee. Lullo. Nee, ik ben die Leidse student. Ik neuk alleen maar lekkere wijfjes. Jij begint over de Bijbel. Sodom en Gomorra. Wat zie je hier dan? Ik zie en dat... En waarom was Sodom en Gomorra? Ik zie dat hier iemand op een pilaar zit. Vertrouwt dat het allemaal goed komt. Ja, dat hij niet achterom kijkt zoals zijn domme vrouw. Nee, natuurlijk. Ja, oh ja. Ja. En dat achter hem het Armageddon plaatsvindt. Ik snap dat deze man, deze kunstenaar, de Bijbel heel serieus nam. En misschien ook alleen maar als... Een referentiekader. He, want hij had dit ook met Boeddha kunnen doen. Hij had het ook met Krishna kunnen doen. Maar hij heeft dit gedaan met een Bijbelse achtergrond. En dan zie ik gewoon wat hij bedoelt. Weet je? Als kunstenaar. Omdat hij maakt er iets totaal geks van. Ongelooflijks. En bedoel, die rookwolken op de achtergrond... Dat kleine stoeltje op de voorgrond. En dan die man die op die andere pilaar zit. Oh, ja. Ik bedoel, ik vind het zo geniaal. Ik ook. Maar hij zit niet in een... hoe noem je dat? Een lotus zit. Maar hij zit met zijn knieën veel te veel omhoog. Ja. Hij zit er een beetje af te rukken, denk ik dan. Lijkt het meer op. Met zijn knieën omhoog. Bovenop een pilaar. Oké, sorry voor mijn boer. Zijn linkerhand... Die kan je zien... En met zijn rechterhand zit hij zich te rukken. Oh, jij is dat zo? Oh. Dat denk jij dan? Ik zie zijn linkerhand. Nee, kijk, ik heb verder niks gezegd, maar... met het magisch realisme is het zo... dat een van de dingen die ze doen, is dat ze zeer gedetailleerd zijn. Net zoals de... vroegere realisten. Die schilders die portretten moesten maken van adellijke personen. Mm. En hij heeft dus een bepaald realisme. Mm. Maar hij maakt het iets anders. Ik bedoel daar niet alleen in de compositie, maar ook in de thematiek. Ja. Want, wie heeft het tegenwoordig nog over thematiek als je het over abstracte kunst hebt? Maar nee. Dit is niet abstract. Dit is wat ze tegenwoordig eigenlijk in computerspelletjes willen hebben. Ja. Dit soort realisme. Ja, de fantasy realisme. Hmm. Dit is wat ze willen zien. En daarom heeft dat realisme ook... Dit is het allerbeste onderwijs wat je kinderen kan geven vanaf hun 6e jaar. Ja, maar dat ieder kind moet je dit schilderij gewoon op de muur van de slaapkamer, heel groot, met een lijst eromheen, kijkerklootzak... Deze JPEG, hè? Die neem mama, ik naar Doran. Mama, ik word bang van dit schilderij. Wat moet je me bang zijn?
Nee. Bang zijn is het begin van je aanwezigheid. Oh, een ja. beetje als een of andere lotusbloem. Ja, je moet bang zijn, man. En dan ga jij een beetje zeggen dat jij een ouder bent. Die zijn kind beschermt tegen waar hij bang voor is. Heb ik mijn kind nooit gedaan. Ik heb altijd gezegd, wees bang. Ik heb het trouwens ook tegen mijn kinderen nooit gedaan. Maar ja, ik heb het voordeel dat ik dan ook geen kinderen heb. Dat is een verschil, een klein verschil. Ik heb ze nergens bang voor hoeven maken. Ik wel. Ja. Ik ga trouwens weer even pissen. Ja, mooi man. Hey, maar, voordat je even gaat pissen, kan je even de afsluiting maken? Want ik moet zo dadelijk bellen met de geluidsman voor het optreden komende zondag, 26 november. Ja, even snel. Als je even afsluiting maakt, dan ga ik even bellen. En daarna kunnen we even skypen, als je wil. Mensen, ik moet zeggen, ik heb weer een goed gesprek gehad met Paddy Winkel. En ja, omdat jullie hebben meegeluisterd en jullie ook gehoord hebben dat wij ook weer een individueel gesprek met elkaar moeten hebben om weer een volgende uitzending te kunnen maken, zeg ik tegen jullie. Ajus. Nu is goed, man. En ga pissen. Klootzak. Natuurlijk ga ik pissen, wat denk je dan? Klopt, man. Nee, maar die moet je erbij zeggen. Die moet je erbij knippen. Ja. Want hij gaat gewoon pissen, weet je wel. Ja, dat is dan ook gewoon van... Klopt, ga nou pissen en doe je koptelefoon af. Ja, ik word al bijna droog van. Ja, man. Van dit gehouden. Maar ik ga pissen. Ja. Waarschijnlijk was dit een van de beste die ik met Marco heb gedaan. Ik ken Marco al 10 jaar. Erg mooi. Ik heb er echt geen donder aan toe te voegen. Dat wat wij de realiteit noemen, is de realiteit niet. Ik kan de Bijbel erbij halen van de oorlog in Irak en Afghanistan is helemaal niet. Het gaat om een oorlog in het denken. En dan denken jullie van ja, Perry, jij bent een Jostie band lid. I know. Wij strijden en winnen. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lievers. En daar is Marco weer terug. Ja, nee. Ben ik te laat?